Hallo, welkom op het Kerst en Winterbier Festival in Hoogeveen. Dat is georganiseerd door Pint en een aantal cafébedrijven hier aan het plein aan het Hoofdstraat Noord. Wij zijn van Degust, proeflokaal Degust, café en restaurant. Gespecialiseerd in speciaal bieren normalite al. En op dit festival staan wij met uiteraard kerst- en winterbier. Er zijn een aantal stallen om ons heen, dat zal straks ongetwijfeld op het filmpje te zien zijn. Wij staan vandaag met het winterbier van brouwerij Jopen. Dat is een kleine ambachtelijke, nu inmiddels iets grotere brouwerij in Haarlem. Die hebben zojuist een prachtige brouwerij in een kerk geopend. En zij hebben een fantastisch winterbier, dat heet Jopen Ongelovige Thomas. Dat tappen wij vandaag. Tevens hebben wij het Winterkunniske van Sint-Sulpotamus, een hele kleine brouwerij uit Schijndel. We hebben op fles. En we hebben een bier van huisbrouwerij Klein Duimpje uit Hillegom. Persoonlijke vriend en prachtige oude ambachtelijke brouwerij. En we hopen een beetje op veel bezoekersaantal hier op het festival. Het is nog vroeg, zal zo wel beginnen. En we hebben er ontzettende zin in. Het is -7. Maar het bier smaakt er vast niet minder om. Ik ben Bert Kalkhoven. Ik ben brouwer van de brouwerij De Gulzige Gans uit Koevorden. We hebben onze bieren mee. Onze kachel, ons winterbier van 10%. Dat hebben we wel nodig vandaag, want het is erg koud. Het voordeel is ook dat het bier 10% is, dus het bevriest niet. Ook niet in de tap. En kasteel hier op fles hebben wij. En de andere bieren zijn thuis gebleven, want die zijn van een lager alcoholpercentage. En we moesten hier winterbieren schenken. Dus bij deze twee bieren. Goedemiddag, ik ben Emmerie Stoefzand van Café De Lijst in Hoogeveen. Ik doe vandaag mee aan het Kerst- en Winterbierfestival. En ik heb de biertjes op tap van Union Grimbergen, Café De Ermitage van 7,5%. En de Nice Shoef van de La Shoef Brouwerij. En allebei zijn Belgische bieren. En, we hebben er zin in. Dus. Dit is Jan Ooms van de Scheldebrouwerij. Wij staan hier op het Winterbierfestival in Hoogeveen. Het is echt een winterbierfestival. Het is stervenskoud. Maar goed, wat hebben wij bij? Drie soorten zware bieren. Een winterbier, de Cleveren 10. Hebben wij speciaal gebrouwen voor een opdrachtgever uit België. 10%, een klein beetje anijs erin. Erg verwarmend biertje voor vandaag. Dan hebben we standaard onze straffe toebak. Een bier van 9,5%. Blond. En dat loopt als een speer in België en in Nederland. En daarnaast hebben we nog de oesterstout, een zwaar bier, 8,5%. Gefilterd over een bedje van oesterschelpen. En dat doet het ook erg goed. Het zijn zeer bijzondere bieren. Wij hebben een enorm succes van het jaar. Wij groeien in omzet 50%. Dus dat komt omdat de kwaliteit bekend is bij de mensen, zeg maar. En zonder reclame te maken, zonder dat we als vertegenwoordigers rondrijden, krijgen wij vragen van mensen van, joh, mogen wij jullie bier tappen? En of verkoper in de slijterij. Dus ja, het is hartstikke leuk. Het is boeiend. Het is fantastisch om nou bij de brouwerij te werken, zeg maar. Want het is gewoon één groot succes. Ja, ik ben Carina Kelder van bierbrouwerij Mamarieten. Onze brouwerij zit in Gramsbergen. Wij wonen daar, wij brouwen daar. We hebben daar een eigen café-proeflokaal. Degust hier in Hoogeveen schenkt ook onze bieren. Wij brouwen verschillende soorten, meer dan 10 verschillende soorten door het jaar heen. En diverse bieren, zowel ondergistende als bieren van hoge gisting. Verschillende smaken, seizoensgebonden. En naast het bier hebben we ook allerlei andere eigen bierproducten. Gedestilleerd bier, bierpaté, bierkaas. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Als het maar lekker is, het is om van te genieten. Ik ben Jan Nijboer, ben van Nederlands kleinste bierbrouwerij. Brouwerij Het Koelschip uit Almere. Wij maken vele soorten bier, van 5% tot 60%. Wij maken, als enige brouwerij maken wij gloeibier. Dat is bier wat warm wordt gedronken. Verder maken wij andere producten zoals advocaat, kaas, jam. Wij zijn een veelzijdige brouwerij en we maken veel bierproducten. Ik sta hier vanmiddag namens Café de Pastoor. Twee leuke biertjes. Ik heb een Level Triple aan de tap. Daarnaast hebben we Hertog Jan Graafens Kiesjes. Verder hebben we het denk ik wel leuk aangekleed. Hallo, ik ben Jos Walstra. Ik ben van Pint Regio Noord. Ik ben voorzitter van die club en wij organiseren samen met de horeca hier in de omgeving. Organiseren wij hier dit noordelijk kerst- en winterbierfestival in Hoogeveen.
Er zijn een aantal, de grootste aantal brouwers, daar komt de brouwer zelf. Er zijn twee brouwers die konden niet komen wegens privéomstandigheden. En daarvoor nemen wij ook waar, hebben we een paar vrijwilligers achter staan. Dat is brouwerij Huigen. Die heeft Delirium Tremens en La Mer Noël. Dat is, zijn twee heerlijke biertjes die hier gewoon lekker uit de tap kunnen. Ik kan wel eentje inschenken voor iemand. Ik ben Eduard van Café de Nachtwacht en ik heb een kerstwinterbiertje op de tap en een trappistenbiertje op de tap. Ons café zit hier in de Hoofdstraat, iets verderop. Café met een biljart, een beetje bruin café. En we zijn elke dag open, behalve de woensdag. Ik ben John Harold van de Lekkernij. Wij staan hier vandaag met snet en warme worst. Echt oer-Hollandse warme snet verkopen we. Normaal gesproken in de Lekkernij kun je kookles volgen, kun je eten en drinken en voluit genieten. Dat doen we eigenlijk bij de Lekkernij. We hebben eindelijk de bier ontdooid. De leidingen waren bevroren, maar we hebben barbaar bier aan de bok, aan de tap en flesjes winterkoning. Dus van Café de Schout en Hogeveen. Hallo, ik ben Ruud van Bierbrouwerij D uit Amersfoort. Er lag een hoop sneeuw, maar ja, uiteraard gaan we natuurlijk voor de festivals. Dus het was een barre tocht, maar we zijn er en gelukkig zijn er meer liefhebbers. Ik ben een jonge brouwerij, 5 jaar geleden begonnen. En ik probeer mooie eigenwijze bieren te maken. Bieren met smaak en net even anders dan de gemiddelde bieren in de supermarkt. Dus ik hoop veel liefhebbers te gaan vinden vandaag. We zijn hier bij deze mevrouw. Een van de organisatie, als ik het goed heb. Het is de eerste keer dat het hier georganiseerd wordt, dit feest. Dit kerst- en winterbierfestival. Wat vindt u ervan, van de opkomst van de mensen? Hoe kijkt u er op dit moment tegenaan? Ja, ik denk dat de opkomst heel erg goed genoemd mag worden. Drenthe, Hogeveen ligt in Drenthe. Drenthe staat bekend als een pilsprovincie. Er werd ons ook vooraf gezegd van, nou, of dat nou helemaal gaat lukken. Mensen komen in grote getalen, zijn heel enthousiast, vinden het leuk om de biertjes te proeven. Ik denk dat het aantal in opkomst de verwachting overstijgt, zeker voor de eerste keer. Het is -9 op dit moment. Dus als je dat ook meetelt, dan denk ik gewoon dat het hartstikke goed is. En de enthousiaste reacties maken dat we het volgend jaar in ieder geval gewoon weer gaan doen. Ja. Wat vindt u van zo'n festival? Het is de eerste keer hier in Hogeveen dat dit gehouden wordt. Wat vindt u ervan? Bent u een echte liefhebber of hoe zit dat? Nou, ik ben op zich wel een liefhebber. Ik vind het een fenomenaal festival. Gewoon buitengewoon goed georganiseerd. En ja, gewoon de hele entourage. Ja, ik vind het geweldig. Daarnaast zou ik persoonlijk pleiten ook voor een zomerfestival. Ik vind ook, kijk, we hebben nu een winterfestival. En ja, een zomerfestival, dat spreekt mij ook wel aan. Lekker allemaal in de zwembroek. Eventueel daar in het water met z'n allen. Zwembadje erbij, noem maar op. Ja, ja, bar in het water erbij en zo. Ja, ja, ja. Dat soort dingen, nee. Ja. Ik heb hier zelf al rondgelopen. Ik heb gezien dat er zijn heel veel soorten bieren hier. Heeft u veel van die bieren geproefd al? Of hoe zit dat? Ja, ik heb ze nagenoeg allemaal geproefd. Ik heb op dit moment een kleine 53 glazen op. De glazen zijn van een formaat dat ik denk van, wow, dat had iets groter kunnen zijn. Hè? Maar desalniettemin, ze smaken goed en ze gaan er lekker in, zeker met de koude weer. En zo nu dan neem ik even tussendoor een glühwein, maar die tellen niet mee, hè? Nee, die tellen niet mee, maar ik hoor dat u het hier wel naar uw zin heeft. Ja. Dat klopt denk ik ook wel dan, of niet? Ja, dat klopt. Ik vind het fantastisch. De bieren die hier zijn, is fantastisch. Het zijn dus kerst- en winterbieren. Geweldig. Eerste festival in Nederland. Toi voor Hogeveen. Voor de mensen die het dus geregeld hebben. Maar dit is de eerste keer. En het is, kijk maar in de rondte, wat dat betreft. Het is gezellig, het is leuk. Verwarming is goed, de bieren zijn goed. Dus wat willen wij nog meer?